Ik dacht, ik ben niet leuk genoeg. Niemand vindt me aardig. Ik heb nooit iets leuks te vertellen. Wie luistert er nou naar mij? Wie ben ik nou helemaal? Ik moet beter mijn best doen. Wat zouden ze wel niet denken? En met al die gedachten, zeker als je die door de jaren heen gaat herhalen en gaat herhalen en gaat herhalen, gaat het een heel eigen leven leiden. Die ga je geloven. Je gaat je daarmee identificeren en je gaat denken dat je dat bent. Die gekke, die onzekere, die persoon die beter zijn best moet doen. Al die aannames, je hypnotiseert gewoon jezelf. En wat nou het funeste is met die gedachten, blijf herhalen, blijf herhalen, blijf herhalen. Op een gegeven moment ben je dat gewoon geworden. En die gedachten, die bepalen jouw gedrag. En als je dus zo laag denkt over jezelf, dan gaan je acties daar ook mee in overeenstemming zijn. En wat je dan vaak ziet, is dat mensen denken van ja, en ik moet ook gewoon positiever over mezelf denken. Maar dat werkt niet. Want het zit heel diep van binnen. En ik weet toevallig deze drie gebeurtenissen nog uit mijn hoofd. En ze zijn me heel erg bijgebleven. Maar zo zijn er in je leven al vanaf je kindertijd talloze momenten waarop jouw vertrouwen in de mensheid of in de wereld opeens bam onderuit gehaald wordt. En dat maakt zo'n impact. Dat wordt echt gewoon weggeschreven op jouw harde schijf met hoofdletters, met kapitalen en met een heel stevig negatief gevoel erbij. En vanaf dat moment is dat een trigger. Want jouw brein is een soort beschermingsmechanisme en wil alles doen om ervoor te zorgen dat jij dat gevoel niet meer krijgt. En zo ga je dus jezelf aanleren uit een soort overlevingsmechanisme om niet meer dat soort gevoelens te krijgen. Ga je situaties uit de weg. Ga je personen uit de weg. Ga je maar liever bepaalde acties niet meer doen. En maak jezelf steeds kleiner. Of je gaat het compenseren de andere kant op. En je gaat juist laten zien dat je het wel kan. Je gaat bewijzen. Oh, dat kan ik wel, dat durf ik wel. Om dat nare gevoel ook maar kwijt te raken. En te vervangen door een beter gevoel. Maar je luistert dan dus niet naar je ware ik. Niet naar je ware gevoel. En dat nou is eigenlijk ook wat er gebeurt als jij last hebt van perfectionisme. En als je de perfectionisme test hebt gedaan en je hebt gereageerd op mijn advertentie misschien en daarop geklikt, ben jij perfectionistisch? Wil ik dat je nu al in je oren begint te knopen en mij ook vergeeft voor het feit dat ik dat zo even heb benoemd. Ben je perfectionistisch? Want dat is het eerste wat je mag afleren. Je bent namelijk geen perfectionist. Hoor dit even goed. Jij bent geen perfectionist. Dat is niet wie je bent. Dus stop ook vanaf nu, alsjeblieft, al is dat het enige wat je leert in deze mini-cursus, stop om jezelf zo te noemen. Want wat jij tegen jezelf zegt dat je bent, alles met het werkwoord zijn, ik ben dat, daar identificeer je je mee. En ik wil dat jij weet, net zoals ik dat zelf ook heb leren inzien, perfectionisme is een mechanisme. Het is iets wat je doet. Het is gedrag. En wat is er zo fijn aan gedrag? Waarom is het beter om te zeggen, ik doe perfectionistisch, dan ik ben perfectionistisch? Omdat als je het doet, kun je het ook leren niet te doen.